Vandaag een historische dag voor Linden. De nieuwe fietsersbrug wordt geopend. Een lang gekoesterde wens raakt eindelijk in vervulling. Bij mij staat Martijn Mulder van Plaatsersbelang Linden. Ja, Martijn, dit moet je heel veel deugd doen. Ja, nee, uiteraard zijn we hier heel blij mee. En als je nagaat, en jij weet dat als geen ander, dat we hier al vanaf 2008 mee bezig zijn. Alleen dat was toen het eerste stuk wat gerealiseerd is. En daarna dus in samenwerking met Dorpsbelangen Zuidwolde hebben we alle zeilen bijgezet om de gemeente toch maar te bewegen een veilige oversteek te maken. Nou, zoals je ziet is dat gelukt. Ja. Er zijn allerlei wilde plannen voorbij gekomen. Die hebben jullie allemaal afgekeurd. Jullie wilden een veilige oversteek met een afzonderlijke fietsbrug. Nou, kleine correctie. We hebben helemaal niks afgekeurd en dat is ook niet aan ons. Maar wij hebben steeds gezegd, komt die over het ecoduct prima of komt die aan de zuidzijde? Veilig oversteek, daar gingen we voor. Want dagelijks passeren hier meer dan 200 kinderen die naar het voortgezet onderwijs in Dedemsvaart gaan. Dat was onze eerste en belangrijkste insteek. Ik denk ook dat het de belangrijkste insteek is. De veiligheid voor niet alleen kinderen, maar voor fietsers. Precies, zo staan wij er ook in. Ja. Nou Mark, vandaag de opening. Het heeft lang geduurd, zoals Martijn al zegt. Ik denk dat jij ook een blij man bent vandaag. Absoluut. En vooral als je ziet hoe die is uitgevoerd. Met die mooie, degelijke houten leuningen. En we hebben nu voor 100 jaar een hele goede, deugdelijke fietsverbinding gemaakt. Tussen Zuidwolde, via Linden naar Dedemsvaart. Ja. Het heeft al met al dat het hele fietspad naar Dedemsvaart. Dat heeft heel wat voeden in de aarde gehad, hè, de afgelopen jaren. Ja, klopt. Maar hij is ook steeds belangrijker geworden. Hè? Want wij hadden niet voorzien dat zeg maar, er een steeds groter deel van de jeugd in Zuidwolde naar Dedemsvaart op school zou gaan. Maar dat zijn ontwikkelingen die zie je gebeuren. En dan is het ook logisch dat je daarop inspeelt. Ja, heb je enige indicatie waarom kinderen naar Dedemsvaart naar school gaan? Nee, dat heb ik zo niet paraat. Maar kijk, de schoolkeuze is natuurlijk vrij, hè, voor mensen. Dus ik zou me kunnen voorstellen dat misschien vanuit een bepaalde kleinere schaal of zo men liever voor Dedemsvaart kiest dan voor Hogeveen. Ja. Maar misschien dat Martijn daar wat meer van weet. Ja, wij vragen ieder jaar de cijfers op. Want er zijn, zoals je weet, twee scholen. Zeuvelinde en het Vechtdal College in Dedemsvaart. We vragen ieder jaar de aantallen op. Maar wat wij horen van ouders die we spreken, die gaan inderdaad voor de kleinschaligheid. En toch een beetje het plattelandsgebeuren, zeg maar. En kijken toch een beetje met wat argusogen naar Hogeveen, moet ik zeggen. Ja. Mijn kleinkinderen zijn er ook geweest. 3 inmiddels al. En mijn dochters hebben ook gekozen voor de kleinschaligheid. En ik kan me dat voorstellen, want ja, in Hogeveen, dat zijn wel mega grote scholen. Ja, dat klopt. Nou, ik ben het niet helemaal met je eens hoor. Toevallig ken ik mijn collega Dries, die daar de directeur-bestuurder is. Zij hebben dat wel heel goed geregeld, vind ik. Maar dat is het beeld wat ouders hebben en de keuze is vrij. Ja. Het is nog niet helemaal 100% perfect, hè? Want eigenlijk ontbreekt er een klein stukje fietspad. Wat er ligt is 100% perfect, maar een laatste stukje tot aan de komgrens, daar gaan we nog mee bezig. Dat heeft te maken met grondverwerving en het feit dat we even hebben willen overleggen met de eigenaren daar hoe we het beste kunnen aanleggen. En daar zijn we in een heel ver stadium, dus dat gaat ook helemaal goed komen. Ja. Tot hoever willen jullie het fietspad? Helemaal door de kom heen of tot aan het dorpshuis? Nou, laten we het. Nee, dat absoluut niet. Laten we het eerst maar eens tot de kom, zoals afgesproken is. En ik denk dat er misschien daarna nog wel een wensje komt richting Lambertus-Struikstraat om het helemaal compleet te maken voor het ommetje. Maar je kunt ook overvragen, hè? En dat is niet altijd goed. Nee. Want ik ben gisteren langs gefietst en ja, het is een noodoplossing. Maar dan kan je dus ook zien dat het een noodoplossing is, hè? Jullie hebben daar extra drempels neergelegd voor de veiligheid van de fietsers. Ja, de gemeente heeft dat gedaan. Ja. Maar ik denk ook vooral om nu de mensen die we op attenderen, dat de situatie veranderd is. Daarom heet het ook nooddrempels. En ik ga ervan uit, maar de gemeente die gaat erover, dat dat tijdelijk is. Ik snap dat wel waarom dat gebeurt. Ja. Nou ja, ik kan er nog wat dit over zeggen. De raad heeft ons een heel duidelijke richtlijn meegegeven dat zolang dat laatste stukje nog niet is aangelegd, we in ieder geval de verbinding, hè, dus dat je daar weer met de fiets over de weg moet, dat veilig gaat gebeuren. En ik denk, want ik reed er net zelf even overheen, daar liggen goede drempels in. Ja, ik heb ze gezien, dus dan moet je echt. Ja, ga je één keer met de auto hard over, dan is het over. En op het moment dat het laatste deel wordt aangelegd, en nogmaals, ik heb er alle vertrouwen in dat dat gaat gebeuren, staat dan in de planning voor begin volgend jaar, dan vervalt dat ook weer. Ja.
Nou, de allergrootste wens is vandaag gaat in vervulling. En ik denk dat iedereen in Linden straks de vlag gaat uitstreken. Ja, dit is voor Linden en ook voor Zuidwolde, denk ik, een historisch moment. We hebben lang naar uitgekeken en we zijn ontzettend blij. En ook vooral trots dat het gerealiseerd is. En met name voor de schoolkinderen die hier dagelijks passeren. Perfect. We zullen zien, ja, perfect. Ja. Dat is het enige wat ik kan zeggen. Ik fiets hier zelf ook veel. En het is gewoon zo ontzettend belangrijk dat je een klein beetje veiligheid hebt. Want je komt hier die heuvel op. En veel vrachtwagens heb ik gezien, veel tractoren. Ja, dit is echt perfect. Ja, ik ben het helemaal mee eens. Niks aan toe te voegen. Nou, daar gaan we. Oh, jongens. Ja, dankjewel. Nou, dan verklaar ik het fietspad en de fietsbrug voor geopend. En, ben je blij dat hij klaar is? Ja. Ja? Kom je hier vaak langs? Ja. Elke dag? Ga je naar school naar Dedevaart? Ja. Ja. Hoe belangrijk is het voor jou om veilig te fietsen? Heel belangrijk. Ja. Kom je ook elke dag hier langs? Ik denk het wel. Ik ga naar Zevenlinden, dus ik denk wel dat ik er vaak Je gaat nu naar de Zevenlinden toe? Ja. Dus je bent ook heel erg blij dat er nu een veilige verbinding is? Ja.